antwoorden van de oefentoets. De eerste is niet. Wel sneller. En wel 2 punten per fout 1 punt eraf. Hier gaan ze harder bewegen. Als een vaste naar vloeibare fase gaat, komen ze los van elkaar. En dan neemt de snelheid toe. Als het vervolgens een gas wordt, van vloeibare fase in gas, gaan ze nog harder bewegen. 1 punt. Gassen kun je makkelijk samenpersen, omdat er veel ruimte tussen de moleculen zit. 1 punt. Als je alcohol en water samenvoegt, heb je minder dan 50 en 50 is 100. Want er zit ook weer ruimte tussen de moleculen en die wordt opgevuld door de vloeistof. De scheidingsmethode is indampen, die we hier zien. Zout blijft achter, water verdampt. Als je een mengsel van zout en zand wil scheiden, moet je eerst een extractiemiddel toevoegen. Dus water in dit geval. Het zout lost wel op, het zand niet. Extraheren is dat. Daarna ga je filtreren. Het filtraat is het water met het zout. En het residu is het zand. 2 punten. De chemische reactie is onomkeerbaar. De beginstoffen zijn anders dan de reactieproducten. En een natuurkundig verschijnsel, zoals een faseovergang bijvoorbeeld, is wel omkeerbaar. Reactieschema, waarbij alcohol wordt verbrand. Dan heb je alcohol plus zuurstof bij verbranding. Een pijl aan de reactieproducten zijn water en koolstofdioxide. 2 punten per fout, 1 punt eraf. De temperatuur in Celsius is 273 minder en in Kelvin 273 meer. Het absolute nulpunt is 273 onder 0, dus lager dan min 273 graden Celsius, kan niet. Negatieve Kelvin kan ook niet. Nou, wat gebeurt hier? Als we het deeltjesmodel bekijken, als je een vlam eronder houdt, gaan de moleculen harder bewegen, ze botsen harder tegen de wand en de drukmeter zal een grotere druk aangeven. Als we helium afkoelen tot 0 Kelvin, wat gebeurt er dan? 0 Kelvin is min 273 graden Celsius. De moleculen staan dan stil en de druk zal dan 0 kilopascal zijn. Deeltjes in de kern van het atoom zijn protonen en neutronen, 1 punt, als allebei goed zijn. Daaromheen zweven elektronen, 1 punt. Protonen en neutronen samen geeft het massagetal aan. En het atoomnummer is het aantal protonen. Als je koolstof 12 hebt, staat de zesde plek in het periodiek systeem. Koolstof heeft dus 6 protonen. En om tot 12 te komen, moet je de neutronen optellen. Dat zijn er dus ook 6. 1 punt, als ze allebei goed zijn. Koolstof 14 heeft ook 6 protonen. Het is wel een isotoop, dus het heeft een verschillend aantal neutronen. 14 min 6 is 8 neutronen. Dus die 6 protonen plus die 8 neutronen moet die 14 worden. Deze bij C. Hetzelfde aantal protonen, maar een verschillend aantal neutronen. Dan heb je te maken met een isotoop. Bij 12, hier zie je 4 atoomkernen. Welke zijn nou isotopen? Nou, die hebben hetzelfde aantal protonen, maar een verschillend aantal neutronen. Dat is dus 1, 2, en 4. Die hebben allemaal 1 proton, maar een verschillend aantal neutronen. Zo kun je je cijfer uitrekenen.